En hoe was het om als kerstman te mogen optreden? Ja, je doet in het leven wel eens dingen die je beter niet kunt doen. En je wist het, hè? Je hebt erop ingekund. Ik wist het, ja. We kunnen dit programma eigenlijk wel stoppen nu, hè? Ja. Ja, het is nu klaar. Nee, maar wat ze wel accepteren is dat ik de hele avond heel cynisch doe over het hele programma. Wat vinden ze leuk? Nou ja, ik zeg dan tegen die mensen van, ik heb goed nieuws voor jullie, voor alle mensen die van smakeloze muziek houden. Op 14 en 15 december volgend jaar is hier een kerstshow van de Bevers. En helaas ben ik dan verhinderd. Ja. En daar doen ze ook niet moeilijk over. Nee, maar ze weten dat toch van jou? Dat is ook een beetje de act die je... Maar ik ga dan niet roepen dat ik het allemaal geweldig vind. Want dat is niet zo. Nee. Ik heb met open mond zitten kijken naar de band. En er zaten nog mensen bij die ik van vroeger kende. Want dat waren gewoon alle beste muzikanten van Nederland bij elkaar. Ja. Dat heette Marcel Visser Band. Maar daar zit de drummer van Jan Akkerman en blazers van Herman Brood. Maar die zien er nu uit als ambtenaren van de burgerlijke stand. En die staan daar gewoon geld te verdienen. Maar echt goed, hè, die band zijn. Ja, echt goed. Echt goed. En je hebt even stilgestaan bij het fenomeen dat het eigenlijk een beetje makkelijk is. Kijk, ik heb, voordat we gingen, twee dagen van tevoren, heb ik de Bevers even een mail gestuurd. Ik zei, jongens, je kunt daar niet in Rotterdam zo een feest gaan bouwen, hè, naar wat er gebeurd is. Ik denk dat we daar even aandacht aan moeten besteden. Maar daar houdt niemand, die mensen zijn zo bij die show bezig, daar houdt niemand rekening mee. Alleen Lee Towers, die kwam naar mij toe. Ja. Dat is natuurlijk Rotterdam, maar hij zegt, we moeten er wat aan doen. Ik zeg, ja, dat heb ik al geregeld. En ik heb even de ruimte gekregen om daar aandacht aan te besteden. En Caroline toch ook? Die hield er ook rekening mee, toch? Ja, dat weet ik niet, hoor. Caroline, die kon er niks aan doen. Als onervaren zangeres moest ze op een afstand van de muziek zingen en dan krijg je een vertraging op de lijn. En dan kan ze niet op tijd inzetten. En ja, dat werd gestunteld. En die zegt, ja, hier begin ik niet aan. Maar ik geloof niet, want die heeft wel gewoon meegeoefend met de camerarepetitie. Okay, dus ik geloof niet zozeer dat dat met de gebeurtenissen in Rotterdam te maken had, maar meer met gebeurtenissen. Ik heb ook gezegd, joh, als je er niet lekker bij voelt, moet je het niet doen. Nee. Oké. Okay. Ze is even teruggetrokken omdat ze niet kon. Omdat het technisch voor haar niet uit te voeren was. Ja. Dat is ook lastig. Je moet echt oortjes en zo hebben. Ja, je moet oortjes hebben. Anders is het niet, want anders zit je zomaar een seconde later komt de muziek bij jou. Ja, nee, en dan is het liedje je al begonnen. Alleen, jij deed dat wel heel goed bij dat nummer net. Met het zwaaien. Ja. Jij zat goed helemaal. Ja, maar ik heb ritme gevoel. Nee, ja, maar vol overgave. Ja. Maar hij doet dat voor een vriend. Is toch leuk? Voor ja, is echt een lief. Ja. Ja, maar ze openen zo'n show dat ik met dat kleine homohondje toneel op moet. Dus ja, dan heb ik ook gezegd, die mensen zeggen, word nou nooit bevriend met twee homo's, want voor je het weet loop je met zijn kuttelikkertje door. Ahoy. Maar goed, je bent er nu klaar en dat is helemaal mooi. En je moet straks alleen de Ziggo Dome nog even doen en dan heb je het helemaal gehad voor dit jaar, toch? Ja. Ja, nou.